Verossum, jij gaat in elk geval niet in de gemeenteraad zitten. Nee. Waarom ben je dan in hemelsnaam lijstduwer van de Partij van de Arbeid? De partij waar je een paar jaar geleden helemaal tabak van had... Met waar je helemaal niets meer mee te maken wilde hebben? Dit is plaatselijk en niet landelijk. Ik zou nog steeds landelijk niet gauw op de Partij van de Arbeid opnieuw gaan stemmen. Maar ik kreeg een mooie brief van die lokale afdeling... en die zeiden, ja, je kunt niet even boos blijven. En je moet ook niet al te principieel zijn. Dat vond ik beide vrij overtuigende argumenten om dat te doen... Vandaar dat ik zei, nou oké, dan wil ik wel op plaatselijk niveau wil ik wel lijstduwer zijn. Hoewel ik zelf ernstige twijfel heb bij het hele principe van de lijstduwer. Ja. Ik denk dat het staatsrechtelijk netter zou zijn om het hele idee van de lijstduwer... om dat onmogelijk te maken. Ten meer omdat ik de vorige keer, toen ik lokaal lijstduwer was, in de raad ben gekozen. En het bleek nog ontzettend veel moeite te kosten om er weer uit te komen. Okay. Dat is een heel lastig probleem, kan ik wel zeggen. En toen, geloof maar.